Jij hebt een bijzonder verhaal, want jij, naast dat jij een bokser bent, ben je ook een model. Ja. En die combinatie heb ik, moet ik eerlijk zeggen, heb ik nog nooit gehoord. Hoe kan dat? Hoe kan het? Ja, niet geraakt worden, weet je. Ja, is dat? Zolang je niet geraakt wordt, dan blijf je mooi en dan kan je nog de catwalks lopen en zo. Ik denk wel persoonlijk dat ik je aan kan, maar dan gaan we een andere keer kijken. Maar Martin, jij bent zelf opgegroeid in Ede, toch? Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Hoe ben jij begonnen met boksen? Oeh, dat is een mooi verhaal. Ja, vertel. Mr. In The Back, a.k.a. de manager, a.k.a. Big Kazi. Ah, je shout naar hem. Ja man, hij... ik kwam hem tegen, laat op straat, ik was alleen maar 13 jaar oud. Hoe oud was je? Je was 13 jaar? Ik was 13 jaar en het was al donker en zo en ik was alleen en... dit gaat de hele verkeerde kant op. Ja. Ik wil niet weten wat er is gebeurd. Jezus. Nee, maar ik kom hem tegen en eigenlijk ik vraag aan hem van wat doe je? Wat doe je? Dat was in mijn wijk. Ja, oké. Okay. hij zegt wat doe jij hier? En ik zeg ja, niks man. Ik zeg, waar kom je vandaan? En hij kwam van boksen. Ja, ja. En ik had al in mijn gedachten van, ja, ik wil boksen, want de grote jongens waar je naar opkijkt, dat zijn boksers. Ja. Toch hey, je was zelf vroeger ook al een grote jongen, kan ik me voorstellen, toen je 13 was. Ja, maar ik had twee oudere broers die toch nog wel weer iets groter dan mij waren. Dus ja. Ik was nooit echt de grootste thuis en zo, nee. Dus, maar zo ben ik begonnen. Hij zei, nee, kom, morgen ga je mee met mij. We gaan boksen en gelijk de volgende dag was ik daar. Ja. In de gym, nooit weggegaan. Nooit weggegaan? Maar had je er een talent voor? Ja, zeker. Kijk, ik ben sowieso natuurlijk gewoon een sporter. Ik ben een sportman. Ja. En, maar ik voelde me ook zo thuis in de gym. En ik voelde me ook gepusht. Ja. Ja. Iets dat ik toch wel echt miste misschien. Gewoon discipline bedoel je? Ja, zeker. Ja, dat kwam vanzelf. Want wanneer besloot jij van je 13e gewoon als een leuke hobby of in ieder geval whatever, weet je wel, je bent bezigheid. Echt een professionele soort van carrière van te maken? Ja, wanneer je toch ziet dat je er toch wel goed in bent. Ja, toch wel? Ja, want ik merkte het wel. Want dan was ik nog maar een maandje bezig of zo. En dan sparde ik met... ik was de jongste. Ik was toen 13 en die jongens waren misschien 18 of 19 of zo. Ja. En dan gingen we sparren en dan sloeg ik gewoon bloedneus of dit of dat. En dat ging allemaal heel lekker. En, waarom neem je nu opeens een beetje afstand van hem? Ik zie hem opeens afschuiven. Ik ben zo kilo, man. Bij het woord bloedneus. Ja. Ik heb een grote alles neus. Komt alles in die snor van hem. Is makkelijk te raken, toch? Je volgende grote gevecht is op 17 november. That's right, Dat is in de York Hall in Engeland. Ja, in Londen. Hoe gaan de voorbereidingen tot nu toe? Tot nu toe gaat het heel goed. Ik heb een beetje moeite met sparringpartners vinden. Ja? Ja. Bloed. Ja. Nee. Er zit hier een eentje, hoor. Nee, want het is natuurlijk heel belangrijk om mensen van jouw niveau te hebben om mee te sparren. Maar die mensen waar ik eigenlijk mee train op dat niveau, ik spar echt met wereldkampioenen ook en zo. Mm. Ja. Maar die sparren alleen wanneer zij vechten. Mm. Ja, precies. Dus als zij niet vechten, dan is er niks waar ik mee kan trainen. Dus. Ja. Zoek je ook bijvoorbeeld dan als je een tegenstander hebt die heel lang is, zoek je dan ook expres een tegenstander, zeg maar een sparringspartner die ook lang is? Nee. Zo ver kijk je niet? Nog niet. Nog niet? Nee. Oké. Okay. Nee, weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Je hebt bij box vaak toch ook een signature move of zo? Zou je jou voor kunnen doen bij Joes? Ja, Joes. Ja. Jij hebt altijd zo'n grote mond over boksen. Give me those. Ja, ik wil best wel verstandig. Oh, okay. Ja, dat is sportief. Ik heb ook Muhammad Ali t-shirt aangetrokken. Shout-out naar hem. Signature move. Ik denk dat jij ze dan aan moet trekken. Moet ik zeggen? Oh, je gaat ze laten zien. Ik ga laten zien hoe ik niet geraakt kan worden. Oké. Oh! Hey dan! Je durft! Hé broer! Den Haag! Spike, we're coming! We're representing the school. Dat is een challenge. Nee, oké, dus je slaat en ik ontwijk. Moet ik zeggen? Oké. Okay. Wow. Oh, oké, okay, snel. Je bent af. Nee. Hier en hier is niet raken, hè? Oké. Okay. Oh, okay. Het moet echt. Okay. Ja. Maar mag echt pro. Echt. Ga zitten. Waarom? Dadelijk, nee, man. Oh, je bent bang dat je terug gaat slaan? Mag, bro. Ik kan wat hebben. Ja, het verschil moeilijk om die kaartje zo te pakken. Ja, anyway. Straks voor je ophouden. Dit is nog wel een bijzonder verhaal bij jou. Ik heb jij hebt getraind met Jake Brothers. Ja. Of Jake de Paul. Paul Brothers. Paul. Wat is dat, Jake Paul? Ja, even disclaimer, tenminste voor de mensen die het weten. Dit zijn twee grootste YouTubers. Suicide Forest! Ja, de een heeft iets van 20 miljoen abonnees en die andere komt ook iets met 10 miljoen abonnees. Dus ze hebben hele grote gasten wat YouTube doet. En ze hebben hier dus getraind voor het gevecht met KSI en zijn broertje. Dat was natuurlijk was dat hier of in Londen? In Londen natuurlijk, ja. Hoe ben jij in godsnaam in aanraking met ze gekomen?
dat was grappig, want ik was in de gym. Ik was klaar met trainen, ik had mijn sessie gehad. Ja. En mijn coach loopt de gym in. En ik stond eigenlijk op de ring. En ik weet niet, ik ben altijd aan het ahoeren en zo in de gym. Gewoon de leukste spelen daar zo. Ja. En dus hij komt naar binnen en hij zegt, ik heb je nodig. Deze en, guy, Jake Paul? Nee. Mijn coach. Oh, je manager of je coach, ja? Ja, mijn coach. Dus hij komt naar me toe en zegt, ja, ik heb je nodig. Maar je mag hem niet knock-out slaan. Dat was het eerste wat hij zei. Okay. Ik zeg, geen zorgen, you know, ik heb mijn handen onder controle. Ja. En, maar ja, dat was dus leuk, want toen gingen we naar de gym toe. Dat was volgens mij de volgende dag. Nee, dezelfde dag zelfs. Mm-hmm. In de avond, dit was in de avond. En toen zou ik met, ik weet niet meer, met Logan sparren. Ja. En een maat van me, die, waarmee ik train, die, we trainen in dezelfde gym, hij zou met Jake sparren. Mm-hmm. En, maar je kan wel zien, we zijn ongeveer hetzelfde gewicht, denk ik. Ja. Ja. Misschien zijn ze iets zwaarder zelfs. Ja, ik kan niet zeggen. Maar, dus uiteindelijk is Jake aan het sparren met een jongen die is nog veel kleiner dan hem. Ja. En Logan zou dus met mij sparren, maar die coach dacht, nee, weet het niet. En toen ging hij toch nog wel een paar rondes met die maat van me, van de gym ook. Ja. Maar toen hebben we wel gewoon samen getraind en zo en dat ging allemaal goed. Maar merkte je ook dat Logan en Jake, waar zijn een beetje op niveau? Want dat is natuurlijk ja, best zeker weten. Dat, ja? Was wel, dat was wel een grap, want ik denk dat ze niet helemaal de waarheid spreken over dat ze nooit... Nooit gebotst. Nee, want dan hoorde ik wel dat ze wat MMA deden of zo. Ja, geworsteld. De ene had wat geworsteld en zo. Ja, ja. Ze hebben gewoon keihard zitten liegen bijna. Ja, jij ziet het. Jij zit jarenlang in de gym. Nee, ik heb er geen verstand van. Ja, nee, maar het was leuk. Ja. Maar hoe vond je het gevecht dan uiteindelijk van die twee gasten? Ja, met KSI en zo. Oké, Jake. Ik ben trots op hem. Weet je, hij heeft zijn ding gedaan. Ja, hij heeft het wel gekild. Ja, echt goed. Maar Logan had ik wel iets meer van verwacht. Ja. Die is uiteindelijk verloren. Ja, of tenminste, een split draw of zoiets. Iets heel raars was dat er zo'n gelijkspel was. Ik vond het een beetje, want het is natuurlijk niet echt een hele conventionele match eigenlijk. Voor boxing dingen. Ja. Op professioneel niveau. Voelt het voor jou ook een beetje als een soort van doorgestoken kaart soms? Nee, helemaal niet. Nee. Ze hebben gevochten, toch? Ja, uiteindelijk wel. Maar ja, het is wel weer een draw en zo. En er komt ook weer een nieuwe match. En het voelt wel heel erg als een money grab thing voor mij. In ieder geval toen ik het zag live. Ja, maar daarvoor doen ze het, denk ik. Ja. Oké, publiciteit misschien, geld. Maar ja, uiteindelijk dat is het doel. Zoveel mogelijk mensen trekken.